Lieve luisteraars allemaal die naar deze verhalen van ons gaan aanhoren. Ik ben Ilian, ik ben van lijsttrekker voor Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren is een emancipatiepartij. We komen op voor dieren, maar we zijn eigenlijk allemaal dieren. Alleen ieder soort is anders geëvalueerd. Dus de mens heeft in zijn ontwikkeling een aparte positie ingenomen. Wij hebben ons bovenaan de beschaving gezet. Wij weten het allemaal. En daardoor is er ook heel veel fout gegaan. Alleen nog de volken die in de oerwouden leven, die leven met de wereld om zich heen en die erkennen dat alles een ziel heeft. Dat hebben wij losgelaten. Als ik zeg, we komen voor alles en iedereen op, omdat we emancipatiepartij zijn, dan komen we ook op voor de mensen die achtergesteld worden, die geen stem hebben. En in dit geval is dat de LHBTQI. En in de afgelopen 4 jaar hebben we in Heerlen in de gemeenteraad gezeten. We zitten al een aantal jaren in de provincie. En als ik dan even begin over de provincie, want dat was daarvoor. In 2017 hebben we dus een verzoek ingediend dat Limburg regenboogprovincie werd. Daarna hebben we het in 2020 hebben we diversiteitscharter ondertekend. Of in ieder geval gezegd dat er meer ondersteuning moest komen van de provincie voor het diversiteitscharter. Heerlen is al een regenbooggemeente sinds een aantal jaren. En wat we missen hier is een vestiging van het COC in de stad. Waarom? Wij denken dat je om een verandering teweeg te brengen in discriminatie, etnische profilering, noem maar op, dat het moet beginnen bij voorlichting. Voorlichting in de scholen. En dat kan, je kunt zeggen, de gemeente moet dat doen. Maar ik denk dat het dus door de belangenvereniging, door het COC, dat de aandrijfkracht moet zijn. En dat ze in haar beleid wel gesteund moet worden door de gemeente en iedereen die zich daartoe geroepen voelt, aangesproken voelt. Want het is niet alleen iets voor COC, het is iets van een hele gemeenschap die daaraan moet werken. Het kan toch niet zo zijn dat mensen achtergesteld worden omdat ze niet zo zijn als de overgrote meerderheid. En als ik dat even zo mag zeggen. Dus voorlichting vinden wij als partij in het algemeen de basis waar je moet beginnen. In 2018 zijn wij in Heerlen in de raad gekomen met de Partij voor de Dieren en we hadden toen 2 zetels. We hebben van begin af aan eigenlijk speelde er iets over een affaire over het transgenderstel in Heerlen die grote bekendheid hebben gekregen in Nederland wel. En zij werden weggepest bij de Aurora Flat. Ze werden geïntimideerd. Ik heb zelf met hen bij aangifte gedaan, bij de politie herhaald. We hebben gesprekken gevoerd met de burgemeester om bescherming te krijgen voor deze mensen. En uiteindelijk zijn ze moeten verhuizen. Daar hebben ze wel rust gekregen. Maar als ze in de stad kwamen, werden ze nog steeds lastig gevallen. Dus dat geeft aan dat het diep zit en dat er gewerkt moet worden aan gelijkstelling. Dat mensen beseffen dat iedereen een plaats mag hebben in Heerlen. We hebben in 2020 de motie ingediend om Roze Zaterdag naar Heerlen te halen. Met PvdA, D66 en de oudere partij. Er waren 2 partijen die tegenstemden en dat was het CDA en GroenLinks. Maar goed, meerderheid is er gekomen, er is aan gewerkt. Ik weet niet hoe ver het is met het indienen van het bid voor Roze Zaterdag, maar dat moet er gewoon komen. En dat is niet een dag, maar dat is een week dat er aandacht besteed wordt, dat er op scholen gewerkt wordt. Dus het gaat breder dan die ene dag dat we feesten, want het is een feestelijke aangelegenheid. Als je dus in detail gaat kijken, dan zijn er dus veel zaken die niet kloppen in onze samenleving. Dat heeft te maken met mensen die niet heel goed mee kunnen. We zitten in een systeem dat gericht is op groei, op vooruitgang, commercie. Het mededogen, dat ontbreekt veel. En ik denk dat dat moet terugkomen in alle lagen en alle aspecten van de samenleving.